Yo kijkers van Trinity, mijn naam is Timo, welkom bij een nieuwe video. We hebben weer een FIFA 18 gerelateerde video, vandaag een prediction video. Dit is nog niet geconfirmed door EA. We gaan namelijk een paar icons bespreken die alle mensen verwachten op FIFA 18. Hopelijk vond jij een leuke video, doe je een blauwpje mogen laten. Ik kom meteen beginnen met de video. Oké, ik heb natuurlijk, zijn er nog allemaal andere icons die erop gaan komen, maar ik heb echt... uiteraard alle nieuwe ga ik bespreken. Ik heb 10 nieuwe icons hier op een rijtje staan die al meerdere mensen besproken hebben. En ik wil dus ook even in de video naast elkaar zetten. Van heel veel mensen wordt verwacht, door heel veel mensen wordt verwacht, dat deze icons inderdaad gaan komen op FIFA 18. En het zou super sick zijn. En ik denk zelf ook dat deze icons komen. Verder denk ik ook dat andere icons weg zullen vallen. Hele slechte icons die nu nog op FIFA zitten. Misschien wel iemand als, hoe heet ik alweer, de boer. Dat soort icons, of legends dan nu nog, tot die weg zullen gaan van FIFA. En niet meer op FIFA 18 zullen zitten. Dat lijkt mij in ieder geval het meest logische. Maar er komen een hele hoop nieuwe. En met natuurlijk de eerste die we weten is Ronaldo. Dat is de eerste nieuwe. En die is al heel erg sick natuurlijk. Maar dat is ook een hele bekende voetballer. En wij denken dat er alleen maar van dit soort hele bekende nieuwe voetballers komen. Laten we beginnen met de Duitser. Een van de Duitsers die in het lijstje staat. Namelijk een die ook al recent gestopt is. Gewoon 5, 6 jaar geleden of zoiets. Balak is best een goede voetballer, heeft heel lang gevoetbald. Ik geloof bij Bayern München. 4 jaar bij Bayern München en 4 jaar bij Chelsea. Daarvan kent iedereen hem ook. En hij was die tijd gewoon een van de betere voetballers van de teams waar hij hier gespeeld heeft. Heel veel mensen verwachten deze legend. Prima kaartje. Ziet er redelijk een decent uit ook wel. Bijna volledig 80. Lijkt mij echt een beast om te gebruiken. Hopelijk komen dit soort middenvelders. Want die zijn enorm handig om te gebruiken. Ga meteen door naar de tweede middenvelder. Die misschien nog wel veel beter is dan Balak. Namelijk Makelele. Ja jongens. Makelele. Dat spreek ik goed uit zo. Heel veel mensen denken. What the fuck. Het is een Chelsea legend. En niet zomaar eentje. Het is de Kante 2.0. Hij vond zichzelf dat hij nog altijd beter is dan Kante. Zijn kaartje, zijn standaard kaartje zonder enige specials erop of zo, is ook beter dan Kante. Laten we allemaal zo erg hopen dat deze komt. Besef hem op het middenveld met Kante en misschien iemand als Pogba of Keita, want hij linkt natuurlijk met iedereen. Hij linkt ook met Keita. Dus Naby Keita bedoel ik dan, van Leipzig op dit moment. Dan heb je dus gewoon Kante, Makalele en Keita op middenveld. Dat kan dan gewoon met volledige chemistry. Oh, wat zou dat sick zijn. Ik hoop legit dat deze speler op FIFA komt. Want hij lijkt mij zo ziek. Beckham zat ook al op FIFA toen in de winter per ongeluk EA een aantal legends toevoegde aan de game uit het niets. Beckham was een van die spelers. Heeft een prima kaartje. Zal waarschijnlijk wel eindelijk gaan komen. Natuurlijk al meerdere jaren wordt er over hem gespeculeerd of hij nou wel of niet op FIFA komt. Maar nu met de introductie van de icons en met heel veel nieuwe functies daarbij ook die aanwezig zijn. Zal Beckham waarschijnlijk denk ik wel een van de nieuwe spelers. Worden. Ik denk dat die kans gewoon heel erg groot is. Ook wel een prima speler. Rechts voor die, of rechts mint die niet heel erg snel is, zal het ook wel redelijk goedkoop worden. In vergelijking met spelers als Balak of Makalele, die ik tot nu toe heb besproken. Omdat hij gewoon een stuk minder snel is en heel weinig mensen hem dus op rechts mint zullen gaan gebruiken, helaas. Een super zieke spits is Raul. Heel veel hele belangrijke doelpunten gemaakt voor Real Madrid, als het goed is. Want bij Real Madrid heeft natuurlijk zowat zijn hele leven gespeeld. Dat was echt een Real Madrid legend. En ik snap niet waarom die nog niet vorig jaar een legend kaartje heeft gekregen. Is namelijk in 2015 gestopt met voetballen. Toen speelde hij ergens in de zandbak. Ik bedoel, hoe noem je dat? In de Sahara daar in de buurt of zo. In ieder geval, heel belangrijk geweest voor Real Madrid. Echt een super legendarische voetballer van Spanje. Hij moet gewoon een legend krijgen. En ook heel veel van mensen verwachten dit. Er is trouwens al deze lijsten bij elkaar. Wordt door heel veel mensen verwacht. We zullen zien of het echt gaat gebeuren. En als er dan toch een legend is die iedereen zo graag wil, dan is dat Ronaldinho. Waar is die niet gewild? Waar is die niet geliefd? Ronaldinho, hij kan alles. 5-star skill moves, 5-star weak foot waarschijnlijk. Best wel snel, 85 pace, 88 shooting, 88 passing. Een super kaart. En hij is net pas gestopt met voetbal en heeft in de vroegere tijden al eens een contract gehad met EA. De kans is dus heel erg groot dat hij een legend kaartje zal gaan krijgen. Ik denk dat Ronaldinho misschien wel de grootste kans maakt van alle spelers aan het lijstje. Ook omdat hij al eerder contract heeft gehad met EA. Ronaldinho, laten we hopen dat hij komt. Want oh, wat zou het een chille kaart zijn te gebruiken. Wel niet echt op linksvoor. Misschien met een chemistry kaart zoals hij wel redelijk snel is, maar anders niet. Hetzelfde geldt voor de volgende spits. Namelijk Thierry Henry. En
Oh, deze is ook wel zo goed, jongens. Eigenlijk zijn alle kaartjes zo ongelooflijk goed. Deze wil ik ook echt wel gaan gebruiken als die gaat komen. Want kijk zijn kaart. 88 pace, 91 shooting en 92 dribbling voor een spits. Dat is gewoon ongelooflijk belangrijk. En oh, jongens, ik moet het maar hebben. Natuurlijk, nu zou ik op PlayStation komen. Zal er ook veel meer belangstelling voor gaan zijn. En zullen deze kaartjes ook heel erg duur zijn op het begin. Toch hoop ik echt dat deze komen echt daadwerkelijk ook op PlayStation. Thierry Henry, 92 rated, een van de betere kaartjes van het hele lijstje. Natuurlijk zijn er nog een aantal voetballers die net gestopt zijn. En daar zijn er ook een paar van die sowieso een legend kaartje gaan krijgen. De eerste was Francesco Totti. EA heeft toevallig net een post gedaan van, zou het leuk zijn als Totti een legend krijgt in FIFA 18. Of ik bedoel, Roma heeft dat geplaatst. Zeg ik dat ook? Ja, geloof ik wel. Roma heeft dat letterlijk, de eigen Roma-account heeft dat geplaatst. Het officiële Roma-account. Daarmee kan ik eigenlijk bijna 100% zeker confirmen dat Totti een legend krijgt op FIFA 18. Dat is puur wat ik denk, anders zou Roma dat toch niet tweeten, denk ik zelf dan. Nou, dat is een van de dingen die eigenlijk ik heel zeker weet, dat Totti en Ronaldo dus nu allebei geconfirmed zijn. Voor de rest weten we nog niks van nieuwe legends. Die twee weten we wel. Een van die nieuwe spelers, namelijk David Beckham wil ik zeggen, die hebben we over gesproken. Steven Gerrard, en die maakt echt wel ook heel veel kans. Samen met de Lampard, die zit niet Lampard, zeggen we Lampard. Maar die zit niet in deze video. Gerrard wel, prima kaartje. En ik denk dat hij ook wel heel erg gebalanced is voor het middenveld. Iets meer pace, iets meer defending en je zou een volledig 80 rated kaartje hebben op FIFA. Dat is natuurlijk ongelooflijk goed. Het zal ook heel duur worden. Natuurlijk is hij een Engelse legend en zal hij ook heel veel kans maken op een legend kaartje op FIFA 18. Of een legend kaartje, zei ik. Een icon kaartje bedoel ik natuurlijk. Er zijn ook 3 spelers te gaan. En een van die spelers kan je eigenlijk wel een beetje raden. Namelijk Philip Lahm. 90 rated. Prima kaart. Alleen een hele lage shooting. Voor de rest heeft hij echt een super kaart. Ik denk dat dat ook wel een van de meest gebruikte. Nou ja, eigenlijk niet. Maar een van de meest gebruikte rechtsachters wil ik kunnen zeggen. Van de game zal gaan worden. Maar ja, hij heeft natuurlijk niet heel erg veel pace. Ik denk dat Kyle Walker nog altijd meer gebruikt zal worden dan een icon Philip Lahm. Toch een prima kaartje die ik wel eens een kansje zou willen geven. Want ik heb namelijk dit jaar zijn team of the season die heel erg goed is. En als je een chemistry card op hem zou zetten, dan heeft hij nog altijd rond 88 pace. Wat gewoon prima is van rechtsachter. Dan zijn er nog 2 super, super, super goede aanvallers. Die iedereen, of aanvallers, 1 is een middenvelder. Die iedereen hoopt te zien in FIFA 18 met een legend kaartje. Johan Cruijff, nee. Die komt helaas niet, want die heeft al vaker afgezegd. En hier de tegenzegt dat hij gewoon geen legend kaartje wil. Eentje die wel waarschijnlijk gaat komen vanaf volgend jaar is Zinedine Zidane. Hier zijn meerdere redenen voor. Natuurlijk heeft EA dit jaar meer ook gewoon echt met Ronaldo op de cover. En ja, dat is gewoon Real Madrid. Dus laten we hopen dat Zinedine Zidane daardoor ook eerder een icon kaartje krijgt op FIFA. 93 rated, een super kaart. Volledig boven de 80. En dit is gewoon weer een soort van Kante. Besef dan even middenveld met Kante, Zidane en Makelele. Ja. Besef je het? Dat is niet normaal. Dan heb je gewoon 3 spelers met bijna alle 3 alle stats boven de 80. Behalve dan Makelele met zijn shooting en Kante waarschijnlijk met zijn shooting. Maar wauw, wat is die Zidane goed en wat zal die Zidane ongelooflijk duur zijn. Ik hoop al echt, echt, echt dat die zal komen. Maar die zal echt, jongens, die zal meer dan 1 miljoen worden op het begin. En die zal heel erg overpowered zijn. Laten we het maar echt gaan hopen. En over overpowered spelers gesproken, hebben we nog eentje in een lijstje staan. De hoogst gerateerde van de hele lijst tot nu toe is namelijk Maradona. Wauw. Hij is ook wel ongelooflijk goed. Eigenlijk iedere legend in dit lijstje is ongelooflijk goed. Welke is slecht? Ja, heel misschien de pace van Philip Lahm. Of, nee, eigenlijk is alles goed. Iedere legend is goed. Iedere legend is gewoon fucking goed die ik heb besproken. Maar Diego Maradona is de laatste. Met zijn shooting, pace en dribbelen is hij misschien wel een van de sterkste aanvallers die je maar kan hebben. Maradona met Aguero, Messi en Di Maria voorin in FIFA 18. Wie weet, jongens, wat een ongelooflijke aanval zou je dan hebben. Wauw. Ik denk ook dat Maradona, als hij komt, super duur zal zijn. Heel veel geruchten dat het inderdaad gaat komen. Er is namelijk bijvoorbeeld hier dan een foto waar ze allemaal bij elkaar op ziet staan. En deze foto is helemaal viral gegaan. En heel veel mensen verwachten nu ook dat deze 10 legends komen. Het zijn slechts geruchten. Nogmaals, geruchten. Denk niet dat het echt is tot nu toe. Het is een grote kans dat het wel gaat komen natuurlijk. Maar ik krijg anders weer reacties van Timo, je praat onzin. Ik vermeld duidelijk dat het geruchten zijn. En daarom bespreek ik het ook. Omdat ik hoop dat het komt. En omdat het allemaal leuke scenario's zijn die zouden kunnen uitkomen. Welke legends zouden jullie nog graag willen zien in FIFA 18? Nieuwe zo
sowieso al Ronaldo en Totti dus waarschijnlijk geconfirmed hebben. En deze 10 andere spelers die ik vandaag nog heb besproken ook waarschijnlijk kunnen zien. Johan Cruijff komt waarschijnlijk dus helaas niet. Maar welke andere legends zouden jullie graag nog willen zien? Jaap Stam, Edgar Davids, andere Nederlanders. Ik denk dat Edgar Davids misschien nog wel een klein buitenkantje maakt. Natuurlijk heeft hij ook onder contract gestaan bij EA. Ik geloof in 2003 was dat. Edgar Davids, hopelijk komt hij ook nog. Want dat zal ook een best wel prima kaartje zijn. Laten we hopen dat hij komt. En hopelijk vond jij een leuke video. Heb je een belangrijk omhoog gehaald. Abonneer op Twinity. En ben je bij de nieuwe livestream die waarschijnlijk zaterdag komt. Dan gaan we hopelijk wat nieuwe spelletjes packen. Hopelijk vond je een leuke video. Belangrijk omhoog gehaald. Abonneer op Twinity. En zie je allemaal de volgende keer weer, jongens. Later.